zonnestralen op zijn gezicht wekte de ter dood veroordeelde bokkenrijder Jozef Kirchhoffs. Zijn hele lichaam voelde als verlamd aan, maar zijn hart brak toen hij verschrikt opkeek en de zon al hoog boven de horizon stond. "Nee," riep hij uit, terwijl hij terugdeinsde van het raam. Het boeide hem niets meer dat de mensen nog sliepen. Hij zou God zelf nog persoonlijk wakker schreeuwen als het moest. Hoe durfde hij? Hoe durfde hij ervoor te zorgen dat hij zijn laatste zonsopkomst had gemist? Zijn laatste wens. Hij had maar één laatste wens gehad. Trillend stortte Jozef ineens, zich niets aantrekkend van de blikken die zijn medegevangenen hem toewierpen. Niemand zei iets, maar dat was misschien wel beter ook. "Je verdomde vuilak," riep hij huilend uit terwijl hij met zijn vuist op de grond sloeg, juist op het moment dat pater Zoender de stijl binnenkwam. Zo snel als de oude man kon, liep hij naar Jozef toe. Hij knielde naast hem neer. "Wat is er aan de hand?" Voorzichtig, in de hoop dat hij Jozef niet nog woester maakte, legde hij een hand op zijn schouder. "Wat is er aan de hand? Er is zoveel aan de hand. Wij allemaal in deze cel zijn ter dood veroordeeld, ook al heeft de schout dat nog niet officieel besloten. Dat is simpelweg een feit. Hoeveel van ons hebben daadwerkelijk ooit een misdaad begaan? Hoeveel van ons zijn niet elke week trouw naar het mis gegaan en hebben altijd als een trouw christen geleefd?" Met een trillende adem draaide Jozef zijn rug naar de pater toe. "Niemand van ons verdient het zo te sterven. Het is allemaal Gods plan. Hij heeft vast Gods plan is om ons allemaal een verschrikkelijke dood te laten sterven en onze gezinnen een minstens zo verschrikkelijke schande te berokkenen," riep Jozef uit. "Ik begrijp dat je boos bent. Maar ik denk dat we de schuld eerder bij het gerecht moeten leggen dan bij God." "Oh, dus wanneer het God slecht uitkomt, is het opeens niet meer zijn schuld." "Nee, het spijt me, zo bedoelde ik het niet." Met een rood hoofd keek de pater naar de stenen vloer. Zuchtend kneep hij in Jozefs hand. "Ik bedoel dat de schepenband maar doet alsof zij God dient, maar in werkelijkheid verre van zijn dienaar is. Ik bedoel dus dat, misschien, jullie hier in deze cel meer recht zullen hebben op een plek in de hemel naast hem dan de heren rechters." Even lachte de man naar Jozef. "Misschien u zelfs wel meer dan ik." Jozef bleef stil en staarde even naar de pater. "Dat denk ik niet. U heeft uw leven in het teken van God gezet en heeft mensen als ik nog een laatste maal naar hem geholpen. Als er iemand bij hem in de hemel zou komen, bent u het wel. En u gaat een marteldood sterven. Denk toch aan hoeveel levens u gered heeft, niet alleen als chirurgijn, maar ook als gevangene. U had zo makkelijk uw eigen pijn kunnen verlichten door de namen te noemen tijdens de tortuur, maar u heeft nooit iets gezegd. Heeft u enig idee hoeveel levens dat heeft gered?" Glimlachend veegde de pater met zijn duim over Jozefs hand. Daarop bleef hij even stil, zuchtend keek hij naar de vloer. "Nou, ik denk niet echt dat God dat weet." "En waarom denkt u dat?" vroeg pater Zoender verbaasd. "Als hij zou weten dat ik altijd heb getracht zijn mensen te helpen, waarom zit ik dan hier in deze cel? Waarom zou hij zijn trouwe dienaar een schandevolle dood laten sterven op het schavot?" "Is zijn zoon niet aan het kruis gestorven?" vroeg de pater, terwijl hij zijn hand op Jozefs schouder legde. Even bleef hij stil, net als de gevangenen om hen heen. Normaal was het voor een executie rumoerig, met mensen die elkaar het beste wensten en een laatste dank uitspraken. Maar nu zweeg iedereen. Het was de schout zelf die de stilte doorbrak met zijn binnenkomst in de cel. Even keek hij de ruimte rond, duidelijk walgend van het uitschot dat zich hier bevond, of misschien van de geur. "Sta op, Kirchhoffs," zei de man koeltjes. "Tijd om te gaan." Jozef gehoorzaamde. Hij voelde dat zijn benen begonnen te helen van de tortuur, maar hij wist dat hij daaraan niet meer zou hebben. "Kijk goed," zei de schout tegen de gevangenen, "en weet dat jullie verteld hebben dat de chirurgijn Kirchhoffs het hoofd van jullie bende is, maar hij zelf verklaart onschuldig te zijn. Denk daarom goed na wat jullie gaan doen, want er is nog tijd. Hij moet vandaag sterven en van die schandelijke dood zijn jullie de oorzaak. Als hij niet plichtig is, zullen jullie nooit zalig worden." Verbaasd dat de schout toch probeerde de executie te stoppen, keek Jozef op. "Bedankt." "Zwijg, Kirchhoffs," onderbrak de schout hem ruw. "Ik doe dit niet uit liefdadigheid, maar omdat ik geen onschuldig bloed op mijn rekening wil hebben staan. In tegenstelling tot jouw familie heeft u van mij wel nog een reputatie om te behouden." De gevangenen keken elkaar in doodse stilte aan, niet precies wetend wat ze nu moesten doen. Als ze nu hun bekentenissen zouden intrekken, zouden ze Jozefs leven dan wel kunnen redden. Maar zelfs zouden ze weer op de pijnbank verschijnen. Peter Muller had daar duidelijk geen zin in, want hij sprak als eerste. "Meneer, al zou ik vandaag met hem moeten sterven,
Zou ik nog niet anders kunnen zeggen dan dat hij net zo schuldig, nee, zelfs nog meer schuldig is dan ik. Dat zweer ik bij de strop. Toen besloot een tweede gevangene dat hij ook liever niet opnieuw op de pijnbank zou komen. Ja, zo ziet u. De schelm zal zich laten hangen zonder ook maar één woord te zeggen. Hij zal zich aan de eed houden zoals hij ons altijd geleerd heeft. Hierna verklaarden steeds meer medegevangenen dat Jozef wel degelijk medeplichtig was. De een vervloekte hem omdat hij dit de bende alles had aangedaan. De ander prees hem omdat hij zich zo goed aan de eed hield. Maar hoeveel van hen waren daadwerkelijk schuldig? Ze hopen dat ze zo hun lichamen kunnen redden van de tortuur, antwoordde de pater toen hij zag hoe Jozef ineen was gestort. Maar hun zielen zullen ze hiermee geen goed doen. Alleen God weet of ze de waarheid spreken, maar de Heer Schout heeft gelijk. Als ze liegen, zullen ze nooit in de hemel kunnen komen, dat beloof ik u. Zachtjes kneep hij in Jozefs arm. Het spijt me dat dit alles met u gebeurt. Ik zou uw plek innemen als ik de kans kreeg, maar dat hoeft niet, al had u het gekund, sprak Jozef. U heeft gelijk, dit is allemaal Gods plan. U moet voor zijn mensen blijven zorgen. Wellicht zal mijn dood, gelijk dat van zijn zoon, wel iets teweeg brengen. Nou goed dan, Kirchhoff, schreef de schout toen. De kar staat klaar. Kom. Een trommel begeleidde de stoet, maar Jozefs hart bonste harder en sneller dan de trom. Was hij dan werkelijk zo bang voor de dood? Aan de mensen om hem heen besteedde hij geen aandacht. Sommigen huilden of riepen hem na. Wat ze precies riepen, dat kreeg hij niet helemaal mee. Sommigen klonken boos. Waarom? Omdat de dokter die hen zo lang had geholpen, was gebleken een dienaar van de duivel te zijn? Geloofden mensen dat werkelijk? Of riepen ze hem na om nog een laatste keer te bedanken voor de hulp die hij hen altijd had geboden? Dat was wel een kalmerende gedachte, dat men hem zelfs op zijn tocht naar het schavot nog lief had, zoals hij hen altijd had lief gehad. Misschien riepen ze hem wel helemaal niet na, maar riepen ze tegen elkaar om het beste plekje te bemachtigen om hem het beste te zien sterven. Hij kon zich niet herinneren dat het ooit zo druk was geweest bij de paar executies die hij zelf had bijgewoond. Of dat het ooit zo rumoerig was geweest dat hij de trom niet langer kon horen. Maar wellicht hoorde hij de trom niet door zijn luid kloppende hart. Het schavot kwam nu in zicht en opnieuw sprongen de tranen in Jozefs ogen. Maar deze keer dwong hij zichzelf sterk te blijven. Ondanks het feit dat hij wist dat hij er niet zo uitzag. Dat kon niet. Het was bijna onmogelijk dat hij er nu nog zo uitzag als hij er voor zijn arrestatie had uitgezien. Een spiegel had hij in geen maanden meer gehad, maar hij wist wel zeker dat als iemand hem er nu een zou geven, hij zichzelf niet meer zou herkennen. Dat onherkenbare beeld zou het enige beeld zijn dat zijn zoon Matthias van hem zou hebben. Jozef pakte de hand van de pater, die bij hem stond op de wagen. Al biddend, zijn gebed enkel onderbrekend om de hand van de man te kussen, terwijl zijn tranen langzaam hun vlekken achterlieten op de houten kar. Ik wil nog niet dood, zei Jozef met een trillende stem tegen pater Zoender. Ik heb nog zoveel om te doen, ik moet Matthias nog zien opgroeien. Ik kan hem toch niet achterlaten zonder dat hij ooit zijn vader gekend heeft. Ik twijfel er niet aan dat God u toelaat in zijn hemel. Wellicht kunt u hem vragen of u over Matthias mag waken, zei de pater zachtjes met zijn vrije hand op Jozefs hoofd. Het haar waarop zijn hand rustte was grijs, bijna wit. Veel witter dan het begin van de week was geweest. De lippen die zijn hand kusten waren kouder dan de lippen die zo openlijk tegen hem hadden gesproken aan het begin van de week. De ogen die naar hem keken waren veel dieper ingezakt en het lichaam dat hier voor hem lag was veel magerder. Even vroeg de pater zich af of de man die hier voor hem biddend lag te huilen wel dezelfde trotse man was die aan het begin van de week had leren kennen. Of sterker nog, of dit wel de beroemde chirurgijn Jozef Kirchhoffs die men van Gulik tot Valkenburg, van Geleen tot Maastricht ooit zo had geroemd. En heel even vroeg hij zich af of God zijn trouwe dienaar nog zou herkennen, nu niet alleen het lichaam, maar ook de ziel van de chirurgijn gebroken was. De trommel stopte en de wagen kwam tot stilstand, maar Jozef stond niet op. In plaats daarvan stortte hij huilend in elkaar. Wat kon zijn eer hem nog stelen, nu hij toch als bokkerij als hoofdman opgehangen zou worden? Zijn naam was toch al niet meer te redden, dus waarom zou hij proberen sterk te blijven? Iedereen mocht weten dat hij niet dood wilde, voor die angst schaamde hij zich niet. Wie zichzelf zonder tranen naar het schavot wist te brengen, was niet sterk, maar een dwaas. Het was een van de beulsknechten die hem van de wagen afsleurde en pater Zoender volgde Jozef al biddend naar het schavot. In plaats van naar het vonnis te luisteren, keek Jozef nog een laatste maal rond. Nu hij wist dat dit de laatste keer was dat hij zijn geliefde stad zag, wenste hij dat hij er vroeger meer van had gehouden. Al die plekken die hij vroeger zo zeer had gehaat, had hij nu lief.
De bomen die hij vroeger nooit had opgemerkt, leken in deze lentezon ongelooflijk bijzonder. Oh, zei hij zachtjes tegen Pater Zoender met tranen over zijn hele gezicht. Hoe mooi Gods creaties wel niet zijn. Pater Zoender zei daarop niets, want hij had wel gezien hoe Jozef's ogen zich plots verwijden en er meer tranen in zijn ogen sprongen dan ooit tevoren. Daar, vlak voor het schavot, stond een klein groepje. Eén van hen hield een kind uit. Jozef ging op zijn knie alsof hij opnieuw ging bidden, maar deze keer ging zijn stem niet uit naar God, maar naar zijn eigen creatie. Dag, lieve Matthias, bracht hij met moeite uit. Wat fijn om je toch nog gezien te hebben. Hij plaatste een kus op het voorhoofd van het jochie en keek toen naar de rest van de groep. Anna was er samen met de kinderen, maar ook zijn overgebleven broers en zussen. Ik hou zoveel van jullie. We zullen elkaar ooit weer zien, dat beloof ik. Niet te snel, hoop ik. Maar ik zal altijd op jullie wachten. Ruw werd Jozef toen door een beulsknecht omhoog getrokken. De schout had de gerechtsroede boven zijn hoofd gehezen. Het vonnis was definitief. Kom op, een beetje tempo graag. We hebben niet de hele dag, riep de schout. Hij seinde naar de beul dat ook hij een beetje op moest schieten. Normaliter kon hij van executies wel genieten, maar bij deze van een man zo dicht bij hem voelde hij zich verre van gelukkig. Hij zag hoe het volk hem stil veroordeelde, maar dit was wat nodig was. Bokkerijers moesten en zouden gestraft worden, gerespecteerd burger of niet. Jozef voelde de blikken van het hele volk van Rode in zijn rug prikken terwijl hij de ladder opliep, maar hij zou niet omkijken. Hij kon niet omkijken, want dan zou hij huilend van de ladder storten. Nee, in een poging zichzelf af te leiden begon hij te bidden. Korte gebeden, alles wat in hem opkwam. Hij bleef doorpraten. Pater Zoender deed hetzelfde. Hij volgde Jozef omhoog en bleef steeds met hem bidden, totdat ze uiteindelijk stil stonden. Eén laatste keer draaide Jozef zich om. Een laatste keer nam hij de wereld in zich op. Maar een laatste keer naar zijn gezin kijken, dat durfde hij niet. Nee, zijn blik fixeerde hij op de horizon. Daar zou hij naartoe gaan. Daar aan de horizon bevond zich het Rijk Gods. Hij hoopte maar dat Pater Zoender gelijk had. God zou al die sprookjes niet geloven. Hij zou weten dat Jozef geen bokkerijer was. De zon scheen fel in zijn ogen, maar het deed hem niet langer pijn. Hij omarmde de zon juist en riep uit, Jezus, voor u leef ik. Jezus, voor u sterf ik. De beul legde de strop om zijn nek. Jozef hoorde het gehuil van zijn familie nog maar vaag. Het was net alsof de zon al zijn angst voor de dood had weggevaagd. Hij stapte optimistisch de dood en hij zou zijn familie toch weer zien. Het was goed zo. Geen beul meer die probeerde elk bod in zijn lijf te breken om maar een bekentenis uit hem te krijgen. Voor elke bokkerijer, schuldig of niet, was de dood een verlossing, een waar geschenk Gods. Hij zette één stap en liet deze keer de zon hem omarmen, hem hullen in een fel wit licht en hem dragen naar de horizon. Jozef Kirchhoffs was dood.